Goedenavond. Vandaag op 25 maart vieren wij het feest Maria Boodschap. 25 maart, dat is 9 maanden voor Kerstmis, de geboorte des Heren. Op het feest Maria Boodschap herinneren wij ons hoe de engel Gabriël neerdaalde uit de hemel met een heel bijzondere zending. Gods plan bestond daarin dat Gods Zoon zou mens worden. Dat Gods Zoon een menselijke natuur zou aannemen. Daartoe wilde God ook een moeder uitverkiezen. In zijn eeuwige wijsheid had hij Maria daartoe voorbereid. Met oneindig veel genade en mooie deugden. God had echter de mens met een vrije wil geschapen. En zo wilde hij ook de toestemming van Maria om hemelse moeder van ons allen te worden, en in het bijzonder van Gods Zoon. Maria gaf daartoe vandaag haar toestemming en ze begreep in volledige breedte wat haar te wachten stond. Ze kende immers de geschriften van de profeet Isaïas, waar het lijden van de Messias aangekondigd werd. Vandaag, als wij dus het mij geschieden naar uw woord van Maria overwegen, moeten wij met een grote dankbaarheid tegenover onze hemelse moeder bezield zijn. Wij moeten dagelijks blijven trouw de driewezen groeten bidden, of het zogenaamde engel des Heren. Vandaag bij deze boodschap van Maria valt ons in het bijzonder de nederigheid van de dienstmaagd des Heren op. Het past heel goed om vandaag over de 7 hoofdzonden verder te spreken, en weliswaar over de hoogmoed. Spreken wij al dus over de hoogmoed? Allereerst deze anekdote. De heilige Pachomius, de beroemde woestijnvader, was eens in gesprek met andere kluizenaars. Tegen de avond naderde een van zijn novicen. Hij droeg 2 gevlochten matten op zijn schouders. Dit was opmerkelijk, want de normale dagtaak van een novice bestond erin 1 mat te vlechten, ter verkoop van de onderhoud van de gemeenschap. Deze novice had gehoopt lof te verkrijgen van zijn meester en ook in het bijzijn van dit gezelschap. Maar de heilige Pachomius doorschouwde hem en gaf hem een strenge opmerking. Hij sprak: "Wat hebt gij gedaan? Gij hebt vandaag niet gewerkt ter ere van God, maar tot uw eigen lof. Schaam u." Vervolgens gaf de heilige Pachomius aan zijn leerling een boetedoening. "Vandaag zult gij," zo sprak hij, "bij het avondgebed als laatste aankomen met deze 2 matten op uw schouders. Gij zult ze voor het aanschouwen van heel de gemeenschap neerleggen en spreken: Broeders, bid voor mij, want ik ben een arme zondaar. Ik heb getracht vandaag door het vlechten van de dubbele dagarbeid van deze 2 matten lof te oogsten en hoger ingeschat te worden dan gij allen. Bid voor mij, want het is waar wat de heilige Gregorius van Nyssa zegt: een wagen beladen met goede werken, maar gevuld met hoogmoed, leidt naar de hel. Een wagen echter gevuld met zonden, maar getrokken in nederigheid, die weg, die leidt naar de hemel." En die waren. Vorige keer zijn wij begonnen met de bespreking van de hoofdzonde van de nijd. De nijd die het goed van de anderen misgunt en het als een eigen tekortkoming aanschouwt. Men bedroeft zich niet over de tegenslagen van de naaste, maar men verheugt er zich in. Vandaag willen wij op het feest Maria Boodschap over de hoofdzonde van de hoogmoed spreken. De hoofdzonde die tegenovergesteld staat
tegenover de nederigheid van onze lieve vrouw. We willen spreken in drie punten. Ten eerste over het wezen van deze hoofdzonde. Ten tweede over wat de gevolgen zijn van de hoogmoed. En ten derde hoe wij ons tegen deze hoofdzonde dienen te wapenen. De heilige Thomas van Aquino zegt dat deze hoofdzonde van de hoogmoed een ongeregelde liefde naar zelfverheffing is. Letten we op dat hij zegt een ongeregelde zelfverheffing. Niet elke zelfverheffing is dus zondig. Zij is dit wel wanneer zij niet op waarheid berust of wanneer iemand deze zelfverheffing op ongeregelde wijze nastreeft. Zo is er bijvoorbeeld geen hoogmoed als wij onze natuurlijke of bovennatuurlijke gaven erkennen en er ook gebruik van maken en ze toeschrijven aan God. Het is ook geen hoogmoed als iemand de gaven Gods, bijvoorbeeld zijn rijkdom, gebruikt om een deftig leven te leiden. En het is ook geen hoogmoed als bijvoorbeeld een koning of een bisschop verlangt dat het volk hem eert, bijvoorbeeld door een kniebuiging te maken of de ring te kussen. Natuurlijk moet in dat alles Gods eer steeds gezocht worden. Wanneer is iemand dan wel hoogmoedig? Wel, dit is als men de geschonken talenten niet aan God toeschrijft, maar aan zichzelf. Of wanneer iemand zich inbeeldt gaven te bezitten die hij niet heeft en aanspraak wil maken op onderscheidingen voor zaken die hij niet volbracht heeft. Een andere vorm van hoogmoed bestaat ook daarin met minachting neer te zien op de talenten die een ander niet gekregen heeft. Hoe groot is eigenlijk de zonde van de hoogmoed? Hier moet men volgens de heilige Thomas onderscheiden in twee punten, namelijk in de volledige hoogmoed of in de onvolledige hoogmoed. Als iemand, bijvoorbeeld de duivel of Lucifer, zich aan niemand, zelfs niet aan God of aan zijn wettige plaatsvervanger wil onderwerpen, is dat een doodzonde. Het is namelijk een opstand tegen God of misschien ook een opstand tegenover zijn plaatsvervangers. En daarom is het een grote zonde. Volgens de heilige Thomas van Aquino wordt de hoogmoed enkel nog maar overtroffen door de rechtstreekse haat tegenover Gods persoon. De andere hoogmoed, de onvolledige hoogmoed, dus met een onderwerping tegenover God of zijn plaatsvervanger, is meestal slechts een dagelijkse zonde. Toch kan zij omwille van bijkomende omstandigheden ook doodzonde worden. Bijvoorbeeld als zij gepaard gaat met laster of oplichterij of het niet betalen van de schulden als zij uit minachting niet betaald worden. Voor Paus Pius X is het ook duidelijk dat de hoogmoed vaak een oorzaak is tot ketterij of een oorzaak tot ongeloof. Paus Pius X zegt zelfs: vaak zijn het trotse en onverwaande geesten die zich niet willen buigen voor het leergezag van de kerk. Men deinst er niet voor terug zichzelf te buigen en het leergezag van de kerk te aanvaarden. Inderdaad, de hovardij is de grootste oorzaak van het vloekwaardig modernisme. De vader van de hoogmoed, mijn dierbaren, kennen wij dus. Het is de duivel, het is Lucifer. Hij is degene die van de aanvang van de tijd tot God heeft gesproken: ik wil niet dienen. Non serviam.
Ik wil me niet voor de mens geworden God buigen. Geen sprake van. Ik wil gelijk zijn aan God. Wij weten ook dat de hoogmoed niet enkel een vader heeft, maar ook zelf weer kinderen heeft. Hij heeft 3 kinderen, namelijk ten eerste de vermetelheid, ten tweede de eerzucht en ten derde de ijdele glorie. De vermetelheid is de overschatting van zichzelf. Het is het extreem van de hoogmoed, van de grootmoedigheid, genoemd eigenlijk dwaasheid. Men durft dingen aan die de eigen krachten te boven gaan. Denken wij bijvoorbeeld aan dat Christus bekoord werd zich van de tempel te neer te storten, maar dat hij de duivel antwoordde: gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen. Men kan er niet zomaar van uitgaan, net zoals Gods Zoon, dat de engelen u uit elke situatie zullen redden. Het is onverstandig Gods almacht of barmhartigheid te beproeven. Gods barmhartigheid te beproeven bestaat daarin dat wij hopen zonder goede werken in de hemel te komen, of zonder vergeving te vragen voor onze zonden, of zonder boetvaardigheid te verrichten. Het tweede kind van de hoogmoed is de eerzucht. Men streeft op een ongeregelde manier, op een overdreven manier, naar eigen eer, naar machtsposities, naar waardigheden. Het derde kind is de ijdele glorie. Dat is de zucht naar lof van zijde van de mensen. En deze ondeugd probeert de ware of de onware zaken over zichzelf te vergroten, te openbaren, om zo lof van de mensen te oogsten. En denken wij terug aan het verhaal van de woestijnvader Pachomius met zijn novice. Deze novice rolde het dubbel aantal van matten uit in het bijzijn niet enkel van zijn meester, maar ook van gasten. Maar passen wij op, ook hier moeten wij onderscheiden. Niet elke zucht naar lof is verkeerd. Het is geen ijdele glorie als een kind goede punten wil behalen in school om de ouders een plezier te doen of om een ereprijs te behalen. Men kan zich daadwerkelijk inzetten om een wedstrijd te winnen. Ook onze lieve Heer zegde dat wij goede werken moeten verrichten als voorbeeld voor anderen. Hij sprak: uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken gaan zien en uw Vader die in de hemel is gaan prijzen. Het kan een werk zijn van bekering. Stellen wij nu onze derde en laatste vraag. Wat zijn de middelen die wij tegen de hoogmoed moeten gebruiken? Verwonderlijk, maar ten eerste moeten wij mediteren. Wij moeten vaak en dagelijks, vooral bij ons morgengebed, overwegen hoe groot Gods majesteit eigenlijk is. God is degene die is, en wij zijn degene die eigenlijk niet zijn. Wij moeten onze eigen kleinheid beseffen, onze zondigheid gedenken, evenals de vergankelijkheid van alles wat wij op aarde doen, als het niet ter ere van God geschiedt. Ten tweede moeten wij niet enkel maar denken, maar ook volbrengers zijn van Gods woord. Wij moeten in navolging van onze Heiland de nederigheid beoefenen. De heilige Bernardus zegt: de nederigheid, zij is de deugd waardoor de mens uit ware zelfkennis zichzelf gering acht. Omdat de mens iets gering is. De heilige Ambrosius zegt dat een christen werkelijk de nederigheid moet bezitten, omdat anders zijn geloof niet bestaat. Hij zegt: de nederigheid is namelijk de kuil waarin het beton van het fundament van het christelijk leven ligt.
Het geloof. Het geloof moet ingebed zijn in de nederigheid, of het katholiek geloof in een ziel zal niet stand houden. Welnu, zoals gezegd, wij moeten de nederigheid beoefenen. Wij kunnen dat doen in twee gradaties. Namelijk in een nederigheid van geest en ten tweede in een nederigheid van hart. De nederigheid van de geest bestaat daarin dat wij in ons verstand overtuigd zijn dat wij uit onszelf niets zijn en niets hebben. Al het goede komt van God. Men beseft dat men enkel de zonden aan zichzelf toe te schrijven heeft. De nederigheid van het hart gaat verder. Deze nederige wil ook door anderen als gering aanschouwd worden. De nederige van geest blijft in zichzelf. De nederige van hart wil dat de anderen deze zelfreflectie ook erkennen, betrekkende zichzelf. De nederige van hart verheugt zich als de anderen hem versmaden. En u ziet het, de beoefening van deze nederigheid is niet moeilijk. Zij is uiterst moeilijk. Waarom? Velen willen zichzelf wel op de knieën in de kerk in stilte wel als gering beschouwen. Maar owee als iemand die geringheid bevestigt. Als een ander met ons over onze geringheid het eens is, dan springen wij in het harnas. De nederige van harte, mijn dierbaren, zal in navolging van Jezus Christus alle versmadingen, alle bespottingen in kalmte verdragen. En leest u maar in deze huidige vastentijd het lijdensverhaal van Jezus. Hoe hij zwijgt tegenover Herodes, Pilatus en de Farizeeën. Als een lam dat zijn mond niet opendeed. De nederige van harte zal niet toornig worden bovendien als men over de eigen fouten berispt wordt. Ten slotte, mijn dierbaren, gaan wij verder met het najagen van de christelijke volmaaktheid, na het najagen van de heiligheid. Want het is Gods wil dat wij heilig worden. En daarom geef ik u opnieuw een motto, een slagzin mee. Betreffende nijd luidde deze zin: verheugt u van harte met de blijden en weent oprecht met de wenenden. Betreffende de hoogmoed luidt hij: schuw de hoogmoed, bemin de nederigheid. Ja, mijn dierbaren, beoefen de nederigheid. Vuur wordt met water bestreden, hoogmoed door de tegenovergestelde deugd van de nederigheid. En vernietigen wij die hoogmoed, dan hebben wij reeds de wortel van alle zonden uit onze ziel getrokken. Het zal een grote stap zijn naar de heiligheid. Een hele opgave, maar een grote winst. Een doel dat wij niet uit onszelf kunnen bereiken. En vragen wij daarom vandaag op dit grote feest van de boodschap van de engel Gabriël en onze hemelse moeder, aan onze lieve vrouw, dat zij ons daartoe nodige genade mag schenken. Hoe prachtig zou het zijn dat wij reeds een schim van haar nederigheid zouden bezitten. Zij was nooit hoogmoedig. Zij beschreef zichzelf als een dienstmaagd des Heren. Zij zocht enkel de ere Gods. Mijn ziel verheft zich tot God. En mijn dierbaren, herdenken wij het ook dat de woorden van ons lieve Heer waarheid zijn. God verheft de nederige en hij verstoot de hoogmoedige. Op onze lieve vrouw willen wij dus bouwen. O Maria, toevlucht van de zondaars, bid voor ons. Amen.